Maar jongen, Wessels, wat is hier gebeurd in deze loods? Spullen ontvreemd van ons. Ja. En waar praat je dan over? Dan praat ik over een aantal machines van een collega van mij en van mezelf. Een spakspuit met een compressor, een gipspuit met toebehoren. Twee sausspuiten zijn weg. Een stofzuiger met schuurmachine. Twee bouwdrogers wat hier stonden, maar zijn weg. Alle dure spullen? Alle dure spullen, alle machines, echt de machinale machines zijn allemaal weg. Ja. Ja. Totale schade? Ik schat tussen de 30.000 en 35.000 euro nieuw. Okay. Ja. Hoe kon dit gebeuren? Afgelegen plek, het is donker, maar het lijkt een gerichte actie. Men wist dat hier iets te halen viel? Mijn vermoeden is van wel. Ik bedoel, het pand is, wat je zegt, donker. Je kunt er niet in kijken. Dus als je niet weet dat hier iemand als tussendoor zijn er zit, dan heb je hier niks te zoeken. Okay. Hoe nu verder? Gelukkig goede collega's om ons heen en die helpen ons. Zeggen van, als je bij nodig bent, kom langs, we helpen je. Dus dat gaat goed. Het noodschap, dat gaat heel goed. En weer investeren straks. Okay. En dat is pijnlijk? Dat is pijnlijk, ja. Want jullie hebben ook gezinnen te onderhouden? Absoluut, ja. Maar je kunt werken op dit moment? We kunnen werken. Maar, we hebben twee handjes nog, dus we kunnen nog werken. Ja. Zou je een oproep willen doen? Ja, iemand die wat gezien heeft waar machines aangeboren worden, gipspuitmachines, voor een onredelijke prijs waarschijnlijk. Ja. Laat het ons weten. Graag. Sterkte ermee. Dankjewel.